Achilles 29 in het zwart-wit probeert thuis tegen TEC wat te doen aan de dramatische vorm. Het begin is veelbelovend met deze inzet van Boy van de Beek. De Groesbekers verloren de laatste 3 wedstrijden in de competitie. Kregen daarin 14 doelpunten tegen. Ook TEC niet al te florisant gestart aan de competitie. Pakte pas 5 punten. Dit is Holder, de eerste kans voor de bezoekers uit Tiel. TEC won vorige week voor het eerst dit seizoen, thuis van AFC. De hoekschop. Na iets meer dan 10 minuten spelen gaat er Pardoes in. Obi Onyeike viert het feest. En hij heeft wat fortuin, want hij reageert het snelst, krijgt de bal op zijn heup. En van dichtbij is het dan 1-0 voor TEC. Achilles 29 dan uit de corner. Velo Mina staat helemaal vrij. Maar weet hem toch nog naast te krijgen. De lichten gaan eraan op Sportpark de Heikant. Maar bij de thuisploeg gaat het lichtje eigenlijk uit in de tweede helft. Het is belabberd wat Achilles 29 laat zien. TEC komt er wel af en toe nog uit met Vink. Die moet hier de 0-2 maken. Maar doet dat niet. Deze houding van de supporters van Achilles 29 zegt alles. De thuisploeg heeft wel veel de bal, maar produceert eigenlijk niets meer dan rolletjes en miskleunen. En dan gaat het ook nog fout in de opbouw. Deze bal van Platel is maar zo-zo. Diaz probeert te redden wat er te redden valt. Maar via Van Gessel, Maria en Koch wordt het wel 0-2. Invaller Serhat Koch scoort voor de 2e week op rij als invaller. En bezorgt zo TEC de eerste punten buitenshuis. En daarmee klimt TEC iets meer uit het dal. Waar Achilles 29 juist steeds meer in geraakt.